Goedemiddag lieve mensen, leuk dat je weer kijkt. Kut hooi koorts. Ja. Dag lieve mensen, leuk dat je weer kijkt. Kut hooi koorts. Dag lieve mensen. Dit slaat echt mee. Dag lieve mensen, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe kookvlog. Zoals je kunt horen heb ik een lekker verstopte neus. Allemaal dankzij de fijne vrijgekomen pollen en andere heerlijke zaadjes die in de lucht hangen. Weinig aan te doen. Heb jij nou het Eureka medicijn voor mij? En, hou gewoon je bek. Hey, prima. Lekker hoor, koorts. Nee, het gaat. Het gaat. Ah, killing. Nee, top. Prima. Ik heb nergens last van. Een beetje hooikoorts moet kunnen. Wat gaan we vandaag maken? Nou, ik maakte heel vaak van die gegrilde aubergines. En dan lekker olie, knoflook, een beetje Italiaanse kruiden erop. Mensen vragen me altijd: hoe maak je die zo lekker? Dus dat ga ik even voordoen. Heel simpel. Kijken jullie mee? Heel goed maken. En we maken ervan aubergines. Met een grillpan en kruiden. En knoflook. Knoflook? Ja, knoflook. En veel. Lekker veel knoflook. Chop, 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 chop. Lekker snijden. Paspoen. Hoppakee, daar gaan we. Dus, men hebben 2 aubergines. Indische kruiden. Vlees. Soep. Maar ja, die staat al op. Dus dat kan ik niet meer laten zien hoe ik die gemaakt heb. Ik heb wel een grillpan. Die heb ik opstaan. Hoog vuur. Nee, nog niet. Even wachten. Haha, grapje. Dus, aubergines. Die gaan we in plakken snijden. Nou, zoals je kunt zien hebben we de aubergines in plakken gesneden. Maar aubergine is net een spons en bestaat voor een groot gedeelte uit water. Dus wat doen we dan? We gaan ze in een vergietje. Ja, hier is juist. Dus wat gaan we doen? We gaan ze in een vergietje leggen. En daar overheen strooien we niet te veel, maar wel lekker genoeg wat zout. Zo, gewoon lekker erop zo, zout. En dan gooi je weer nog meer plakken erop, zo. En dan zout. Oké, nou ja, ik doe het nu dus even zo. Maar in principe moet je dus de plakken aubergines neerleggen. Tussen elke laag plakken aubergine een beetje zout strooien. Dat is een beetje gewoon zo, snufje. Ja, gaan we dat doen? Doen. Dus dat. En dus je hebt aubergines in laagjes met zout ertussen. Zorg dat je er iets op zet wat dus kleiner is dan het vergiet. En dat je daar iets op kunt zetten wat zwaar is. Dit zorgt ervoor dat het vocht in de aubergines lekker eruit geperst worden. Laat dit een half uurtje zo staan. Dan zul je zien dat er ook een klein plasje water onderin komt te liggen. Vandaar dat ik het in de wastafel heb gezet. Kijk, dit zijn dus de aubergines. Nou, zoals je ziet, een half uurtje verder. Nee, dat zie je helemaal niet. Top man. Goed, gaat echt goed. Hey, I'm making you an eggplant you cannot refuse. Hey, I'm making you a grilled vegetable you cannot refuse. I'm making you an eggplant you cannot refuse. Dus, aubergines hebben een half uur gestaan. Er ligt een beetje vocht op en onder. Dat gaan ze eruit gooien vanwege de zout en het gewicht erop heeft gestaan. Ze zijn nu klaar om de grillpan in te gaan. De grillpan die staat op onwijs hoog vuur. Of ja, hij staat al de grillpan staat al even op het vuur, dus die is goed warm. Ik heb hem nu weer op hoog vuur gezet. Helemaal topje, helemaal warm. Als je nou wilt testen of die warm genoeg is, even je vinger. Nee, grapje, dat moet je niet doen. Ha, hij is warm genoeg. Als hij 10 minuten zo, 5 à 10 minuutjes op hoog vuur staat, dan is hij gewoon warm genoeg. En als hij begint te roken, dan is hij ook warm genoeg. Oké, die zet ik nog maar even niet aan, maar dat is een pokkengeluid. Zo doe je, aubergine, zo, platboom. Niks meer aan doen. Grillpan, kan nog wel voller. Zo, daar nog een stukje erbij. Gewoon laten staan en grillen. Kijk, prachtig kleurtje. Oh, pannetje blijft niet staan. Even omdraaien. En dit laat je zo weer eventjes staan, natuurlijk. Totdat ze dezelfde lekkere mooie grillkleur krijgen. Dit doe je met de rest. Die leg je hierin.
Als je ze allemaal gegrild hebt, in het bakje doen. En dan ga ik je nu laten zien wat we erop doen om ze heerlijke, lekkere smaak te geven. Want aubergine van zichzelf heeft een hele zachte smaak. Maar op deze manier kun je dus gewoon van allerlei soorten hapjes maken voor op tafel te zetten. Door de salade, bij het hoofdgerecht, als bijgerecht. Doe ermee wat je wil. Maak jezelf gek. Uit je plaat. Gewoon helemaal uit je comfortzone. Gewoon niet helemaal in hokjes denken. Gewoon, iedereen is allemaal zo bezig met gewoon anders af doen. We zien dus in het bakje. Het geheim is nu dus dat je tussen elke lading kruiden doet en knoflook. En dan als laatste gewoon een beetje lekkere olijfolie eroverheen. Zo doe je met de kruiden. Normaal gebruik ik mint. Nu heb ik verse oregano. Hier. Een beetje kneuzen. Helemaal goed. En die gooi je er dan overheen. Zo in een bakje. En dan de olijfolie eroverheen. Niet te weinig. Maar het hoeft er ook niet helemaal onder te staan. En dat doe je elke laag. Ja. Dit is dus het geheim van mijn speciale, ontzettend lekkere Italiaanse gegrilde. Nee, ja, ze zijn gewoon Nederlandse aubergines, of misschien komen ze uit Israël, weet ik niet. Maar het zijn gewoon ontzettend lekkere gegrilde aubergines met knoflook en lekkere kruiden. Dus mint, rozemarijn, een beetje een krachtig kruid ertussen. Fantastisch. Die kun je gewoon zo een paar dagen in de koelkast laten staan. Ze vragen wel eens. Ze vragen wel eens aan mij van, ja, maar hoe lang blijft hij dan goed? Nou, als er zo'n fluffig, squishy-achtig dingetje op begint te groeien, dan had je ze eigenlijk al 2 weken geleden weg moeten gooien. Lijkt me duidelijk. Dus dat. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende kookvlog. Of een andere leuke vlog. En smakelijk eten. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao.